Ja, we gaan komen. Kom, heet wij? Joehoe! Zo, we zijn op locatie. Ja, wat leuk. Heb je het al? Zo, ja. Nou, dit is Carla en dat is Henny. Ja. Hoi. Hi. Nou, hi. Kom je ook eens een keer in de vlog? Yes. Leuk. Ja, nou. Helemaal goed. Laat me helemaal verrassen. Jullie graag even de kamers? Wel even kijken. Dat is wel leuk. Ik heb een pakje sleutels. Nou, Amper. Even. Ja, de. Haha, zo zo. Ik wou net zeggen. Dus, die zonneterras. Zonneterras, oh. Oké. Ja. Ik als je vroeg wat wil. Oh, ik wou net zeggen. Eten. Hier zijn de kussens ervoor. Ja. Oh, lekker. Lekker. Buiten douchen hier ook. Ook nog een. Doe maar luxe, Amber. Hey. Jippa, luxe. En het motorpont wordt van de week nog wel verplaatst, want die staat daar een beetje uit. Hoekje. Dit is pas geplaatst, als een warmtepomp. Oké. Okay. Dus hij gaat daar naar de hoek, dat is wat praktischer. Wat is er? Lekker hè, die stilte, hè? Ja. Je hoort de stilte. Ja, dat is, ja. We hebben het gehaald, meid. Ja. Ja, we hebben het gehaald. Zo. Leuk man. Dat is heel wat anders. Wifi ook? Dat is goed ook. Dat is mooi. Wifi, wifi. Oh. Die is de. Oh, die is op slot. Ja, die. Ja. Alles op slot hoor. Jij hebt appartement duur dat. Ja, klopt, klopt, correct. Zij en zij heeft twee. Nou, dan gaan we een rijtje. Nou, je kamer, meid. En je mag niet roken, dat weet je het even. Hè? Je rookt toch niet, dus dat scheelt. Op het balkon, gewoon op het terras. Ja, maar we roken allebei niet. Lekker, meid. Lekker. Lekker badkamer. Oh, kijk, Am. Ga kijken. Er is alleen één heel klein probleempje en dat is, we hebben geen, het is pas verbouwd helemaal. Ja, klopt. En we hadden ja, een nieuwe schermen besteld. Alleen, maar die zijn er nog niet. Nou ja, die waren er wel, alleen die waren kapot gevallen ergens onder. Nee joh! Dat zeggen ze. Nee! Dus de nieuwe die zijn wel besteld. Maar ja, dat duurt. In ieder geval een week of twee duurt voordat die er zijn. Weer. Ah, nou ja. Dus, weet je, kijk even. Ik heb hier een mop, maar dan, als het kan drogen, kijk gewoon even hoe het gaat. Ja, tuurlijk, uiteraard. Zo, ja, tuurlijk. Dat is wel jammer. Ja. Ach ja. Een kleinigheidje hou je toch? Dat is typisch balkan, hè? Een kleinigheidje hou je toch? Ze zeggen dat het van de vrachtwagen is gevallen, maar. Ja, nee. Ik denk dat ze gewoon iets vergeten zijn of zo. Ja, nou, dat dus, ja. Ja, het is dat. Nou, ja, Anne. Ja. Ja. Kijk eens aan. Lekker. Lekker. Oh, kijk. Kijk, hier staat een tafeltje en hier staat het stoeltje. Dus als je lekker wil eten, kan je daar gewoon neerzetten. Oh, lekker. Weet je, doe maar even kijken. Weet je. Komt goed. Ja, lekker. Ja, kijk, lekker. Zo. Ja, toch, wacht maar open. Ja, dan kom je er niet in. Ah, jawel. Ik kom overal in. Oké. Kijk, hartstikke mooi. Kijk. Het komt zo makkelijk in. Oeh, lekker. Lekker. Een stotdouche, dame. Ja. Dus als jij eens een keertje van mij wilt douchen, mag dat ook hoor. Ja, maar zij heeft ook een stotdouche. Nee. Oh. Carla. Nee, dit is de enige die een stotdouche heeft. Ik heb luxe. Ik hou van luxe, hè? Dat is een kastje aantrekkelijk gaat. Ja, klopt. Nou ja, dat van zo. Je kan lekker hier aanbroten doen als je wil. Lekker man, heerlijk. Ja, die, werkt ook wel. Het werkt ook. Die top. Het is makkelijk gewoon aandoen en op het knopje drukken. En de gewenste temperatuur instellen en dan. Makkelijk. De kind kan de was doen, en toch? Dan kan je hier met de fan kan je de hardheid instellen dat hij blaast. Oké, top. Als je op turbo zit. Dan blaast hij heel hard. Lekker. En als je
doet. Top, ja. Nee, kijk, top, check. Ja, helemaal goed. Mooi, gaan we eventjes even onze spullen zo even uit de auto gaan halen. Ja. Ja, we zijn er. Ja, en ik ga jullie nu mijn kamer laten zien. Even op een rustige tour. Ja. En dit is dus appartement 3. Je komt dan binnen. Heel mooi, echt perfect deze kamer. En dan ga ik hier het hoekje om. Dan heb ik hier al de keuken. Ja, gezellig. En dan kan ik hier ook het raampje open doen. Op ideaal. Zo. Kijk, ik kan hier het raampje lekker open doen. Dan heb ik hier gelijk uitzicht op het terras hier. Lekker man, heerlijk. En dan kan ik deze weer zo doen, dicht. Ik kan het ook in kiepvorm doen. Dat is lekker even, kiepvorm. Ja. En dan heb ik hier, draai ik om. Dan heb ik hier mijn kledingkast. Daar zit dus nu nog even niks in. Dat ga ik wel even doen straks. Ja, nou, even mijn tas, maar dat wordt de rommeltas. Dit is mijn bed. Lekker. Top, helemaal goed geregeld. 2 persoons, lekker. Dat is de raam. Heb ik hier een leuke spiegel. Hi. En heb ik hier dus de badkamer. Hele mooie badkamer, moet ik zeggen. Echt, dat marmer look vind ik heel gaaf, echt. Even kijken, kijk eens aan. Ja, nou, daar kan ik dus even niks tegen doen. Zo. Maar ik heb een mooie stotdouche. Ja. Maar ook echt weer heel mooi afgewerkt, hè. Dat marmer, ik vind het heel mooi. Echt. Heel mooi afgewerkt. Netjes. Dus ja. Alleen de glazen deur, die ontbreekt nog. Want dat heb ik mij laten vertellen. Die was besteld. Die was ook onderweg. Maar die is dus blijkbaar van de vrachtwagen afgevallen. Nou. He, je kan je bedenkingen bij hebben, mag van mij allemaal, maar dat komt ook wel weer hier, gewoon weer hier te staan, een deur. Maar op dit moment is het dus nog niet, maar he, het kan. Ja, nou het kan, maar het wordt dus ook weer gefixt. Dus dit is mijn douche. En wie hebben we daar? Schrik. Hij schat. Ziet er goed uit. Wie? Wie zegt? Wie? Wie zegt? Zo, lekker geurtje. Lekker. Kersenbliezen. Mag ik ook een beetje van jou? Sure. Sure. Ja, joh. Zie jij er goed uit, schat? Vaker doen dit. Moet ik wel eerst een broek hebben hier in mijn maat. Zie ik morgen shoppen. Ja, dat zeg ik. Dus dan gaan we morgen shoppen. Leuk. Dankjewel, Skatty. Nou, dit is dus allemaal de kamer. Hij schat. Ja, nou, ik neem jullie ook even mee. Ik neem mijn telefoon even mee. En ik neem even andere dingen mee die erg van belang zijn. Dus jullie gaan het zo meteen nog even zien. Nou, de auto staat erbij, hier namelijk. En we krijgen even een kleine ontoer, een kleine toertje. Dat is de beste ijssalon. En dit is de haven weer, jeetje. Gaaf, hé. Lekker, man. Ja, ja. Kijk, als je hier, zeg maar, hier langs het water loopt, ja. Aan die molen daar, zeg maar. Ja. Als je daar verder doorloopt, waar die bomen zijn, zeg maar, daar begint eigenlijk de camping. Dus daar heb je een pad langs. Ja. Dan kun je langslopen, lopen, helemaal over de camping, helemaal rondlopen. En dan heb je nog een klein schiereiland, daar kun je ook nog helemaal omheen lopen. Ach, geweldig. Dan kun je de andere kant weer teruglopen. Oké. Okay. Dus dat is wel leuk. Als je bij die molen, zeg maar, bij die bomen aan de linkerkant bent, dan heb je Zandstrand. Dus oké. Okay. Dat is het toch. Oh, lekker. Dus het is allemaal, ja, het is allemaal kortbij, gewoon de haven. Ja, maar het is wel lekker. Ja, zeker. Het is heerlijk. Lekker, hè? Ja. Ja,
En dan kom jij weer met de vlogcamera. Ja, tuurlijk kom ik weer en met mijn vlogcamera. Ja. Maar we gaan eens even kijken wat we eventueel kunnen eten qua meenemen. Ja. Of ze dat zelfs doen, dat weet ik niet. Dat weet ik totaal niet of ze dat doen. Ja. Ah, fijn. Ah, fijn. Dan word ik weer aangesproken. Ja, okay, ja ik ben jij wel. Hoi. Niemand hoeft te zeggen. Nee, maar ik heb een vlogcamera, dus dan durven ze mij niet aan te spreken. Dat is het leukste. Ja, tuurlijk. Fuck off. Dus fuck off, zegt ze ook. Nee, is leuk. Godverdomme, eens van schout van mij. Zo. Lekker, man. Ja. Wat zeg ik? Kapot. Oh. Hoe duur is dit om mee te nemen? Burgertje? Dat is geen burger. Echt wel? Dit is niet duur. Voor dit. Denk ik. Een vegieburger, nou een vegetarisch burger. Nou. Nah. We zijn op de goede wagen. Ja, het is een beetje stervensduur hier, maar ja, hè, moet kunnen toch? Kijk, dat was nou. Maar dan wacht u wat ouder. Oké. Okay. Veel ouder. Ja, het is of 3 jaar, 4. Normaal. Het is tegen ons gezegd juist niet op de boulevard, want het is druk. Duur. Ja, druk. Als je weet hoe laat en wanneer je loopt, als je s'avonds loopt, is het ander verhaal. Ja. 4 uri's waaien. Nou, ik heb er nog eentje voor je hoor. Ja, heel scheelt weer. Kijk je waterschoenen. Nee, ik heb schoenen zwak nu. Jammer. Hoi. Nou, maar we komen er morgen wel. Ik heb nog geen bakpak of bikini in handen. Niet? Oh, ik heb nog niks nieuws, man. Oké. Okay. Hi. Ah, fijn. Hi. Wil je hem kijken? Huh? Mij geleerd. Nou ja, ik heb het zelf aangeleerd. Ik kijk heel erg agressief naar mijn ogen. Ja, maar dat doe ik ook. Kijk, wordt er blij van hoor. Nee, wordt ze heel blij van. Ik vind dat iets stoer. Ja. Ja, dankjewel. Heel fijn. Ja, dat is heel fijn met je. Wij hebben hier chance, jongen, zeg maar. Jij en ik, allebei. Nee, ik ook niet, want ik ben getrouwd. Maar ja. I'm married. No. No. Want ik mag chance, dat scheelt weer, sorry. Hallo, lekker reisje. Zo, het spreekt Nederlands als eerste. Lekker meisje. Nou, wij zoeken eigenlijk om even om wat te eten. Nee, maar maakt niet uit. De wat? Het is de volgende keer. Is goed. Doei. Doei doei. Oké. Okay. Ja, best. Nee, wij willen wat eten. Dank je. Gaan ze echt hier allemaal Nederlands tegen ons lullen zo? Wat is dit? Oh, we willen juist de geul. Flyer altijd leuk. Ja, joh. Hè? Dankjewel. Ja. Oh, leuk. Ik vlog mijn eigen leven, zeg maar. Op YouTube ook? Ja, klopt. Oh, gaaf. Ja, klopt. Dan moet je zeker wel eens een boterham hebben. Ja, maar dan wel gratis. Gratis? Ja, tuurlijk. Maar heb je alles in de gaten? Ja, nee. 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 Ik ga erover nadenken. Ik ben op vakantie, dus het leven is al duur genoeg. Ze zijn echt... Hallo. Hi. Nou, Am, ga jij een fly pakken. Jij fly pakken, kom op. Ik maak je ook boven, maar wij gaan op een andere... Perfect. Yeah, we go to another island. Oh, nice. Which one? Yes, we go to the Levant Island. Is this on? Yes. I prefer not to be in it. Okay. Well, anyway, then you can read everything. And in the back you have my contact. So, in case you have some questions, write and ask. How long are you here for?
8, 9 dagen aan mijn hoofd. Wauw. Nou, ja, dan wil ze er niet op. Nee, maar dan heeft ze pech, want ik laat het er gewoon in. Yep. Ik laat het er gewoon in. We gaan gewoon eens even kijken voor eten. Maar wat voor eten weten we nog niet. We zijn gewoon een beetje aan het rondlopen, rondstruinen. Heerlijk. Het is zo lekker weer hier. Oh. Dus zo, ik loop gewoon voor het eerst, jongens, in de korte broek. Voor het eerst. Gaat ze pas later vragen of die aanstaat. Ja, tuurlijk staat hij aan. En ze wordt er ook echt niet uit ingeknipt. Met de koekoek. Geen zin in. Die huh? Pak rechts. Waarom? Pak rechts. Nee, die kant. Pak rechts. Die kant op. Ik ga dus... dan zo boos kijken. Dat is me niet. Een leuke planga voor jou, joh. Ik heb een leuke pet van mij, dat bedoel je. Ja, ook dat, ja. Leuk, man. Waar komen we in vredesnaam terecht? Waar lopen wij in hemelsnaam? Geen idee. Leuk, man. Leuk shop dit eigenlijk. Ja? Hier wat meenemen. Ja, zeker. Waar de pak lopen we naartoe, man? Ik weet het niet. Oh, ik volg jou, dus het hele pak een probleem. Oh, hier, oké, okay, hier en hier is toen af lopen fikken. Oké, okay, wat Henny ook op de foto's heb. Ja, oké. Okay. Dat is een camping. Ik loop gewoon wat, vind ik leuk, man. Vind ik gewoon leuk, ik loop wat. Ja, inderdaad, ga gewoon lekker binnen. Kijk, leuk, man, hier. Ja. Just pizza on me. Yes, for him, yes. Nice. Wordt ook nog even netjes en gesneden. Yes, of course. Lekker, 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 lekker. Oeh, olijven. Oh, lekker. Oh, ben ik zo gek op. Zeg zij niet. Voor mij wel. Lekker. Oké. Zo netjes, zo wauw, netjes. Wil je drinken, Nada? En nou lopen we dus weer terug naar onze appartement. Ja, het is eigenlijk een soort van Duitsland, want je gaat iedere keer berg af, berg op lopen ook. Ik heb geen enkels meer. Hè? Ik heb al geen enkels meer. Niet. Die reis heeft mijn been een beetje vergald. Kijk eens hoe mooi dit is. Mooie lucht. Kijk eens ook mooi hoor dit. Wauwie. Het is hier lekker rustig. Lekker, man. Eens kijken. Leuk, man. Zo vind je nog eens wat. En dat is onze appartement waar we dus nu tegenaan lopen. Ja. En dan is er deze gebouw. Die staat leeg. Daar vragen ze wel behoorlijk wat geld voor. Wat eigenlijk niet eens waard is, zeg maar. Maar hey, we gaan weer naar ons appartementje. Heerlijk dit, meid. Dit hebben we echt even verdiend. Vakantie. Ja, precies. Ja, nee, dat ga je eruit knippen, dat gedeelte. Hij stond er nog niet eens in. I don't believe it. Dat is wel zo. Hoe vond je de reis hier naartoe? Vertel. Een 1 op 10, vertel. 1 op 10. Ik zou zeggen een 8,5. Vertel, waarom? Het is lang. Ja. Het is echt fucking lang. Ja.
ben nou niet echt een slaper in de auto. En als dat is, dan is het echt hooguit voor zoveel minuten dat ik gewoon blackout. Dus dan heb ik weer een soort van de rust, maar nog niet helemaal. Mm-hmm. En wat er is eigenlijk de gezelligheid dat maakt. En lekker muziek luisteren, heel hard soms. Mm-hmm. Bepaalde wegen dat ik echt nog nooit heb gezien, zoals in Oostenrijk, Slovenië en Kroatië. En Duitsland. Dus... Nou, Duitsland hebben we niet zo heel veel van meegemaakt. Ik weet niet. Bah, ik moet toch wat zeggen? Nee, gewoon eerlijk zijn. Ik ben eerlijk. Eerlijkheid duurt het langst, hè? Ja. Maar nu dat je hier bent aangekomen in Kroatië, bij wie zijn we? Bij Henny van Beek en Cora van Beek. Carla. Carla. Sorry, hoor. Sorry, Carla. Sorry, I'm sorry. Dat is je vergeven. Ik heb een beetje last van... Een jetlag. Nou, geen jetlag. Roadlag. Ja, precies dat. Ik ook. Hey, ik heb wel 15 uur of meer. Nou ja, 15 uur. Je hebt meer kunnen slapen dan ik. Hè? Ik heb 2 stops gewoon niet kunnen slapen. Nee, ik ook niet. Ik heb alleen met jou lopen geinen 2 stops. Niet waar. Wel waar. Niet waar. Wel eens. Zo, leuke close-ups. Zo. Nee, daar gaan wij niet. Nee. Oh. Zo, leuke close-ups, hè? Ik weet er aan. Jij kent. Nee, ik heb het op jouw gezicht, schat. Als ik... Knippen. Dit, nee. Ja. Nee. Dit is 18+ commentje. Nee, maar dat heb ik niet eens gezien. I don't care. Dat ga je zitten. Ik laat het wel eens jou zien als we thuis zijn. Kan je lachen dat ze het niet eens hebben maar gezien. Maar niet op het internet. Jezelf mag het, maar niet op het internet. Gedeeld is gewoon gênant. Nee, want ik heb het alleen maar op jouw gezicht lopen inzoomen. Voor de rest niks. I don't care. Ik praat over mijn boeps. Ja, en welke boeps heb je dan? De pizza boeps of de lekkere Arizona boeps? Nee. Ja, daarom. Dat dus. We zijn allebei gewoon melig aan het worden. Dat is het gewoon. Mijn moeder heeft me 1 keer heel heftig meegemaakt. Weet je wanneer dat was? Wil je dit online hebben of niet? Nou, het is eigenlijk om te lachen. Oké. Mensen, als jullie willen lachen, moet jullie vooral blijven kijken en luisteren naar Amber. Oké. Heb je ooit gehoord van een leuke verhaal? Nee, vertel. Je weet toch dat ik een kies heb, toch? Is ja. Wat gebeurt? Een stukje vulling is eruit geschoten na het verlossen, dat ik echt dacht... Ik dacht eerst, ik heb geen pijn, hè. Dus ik dacht, joh, ik kan wel eten. Heck no. Lag er een zenuw plat. Gewoon bloot, zo. Zenuw, jongen. Vervolgens... hebben we opnieuw gebeld naar de tandarts, maar we moeten vandaag, want dit doet gewoon zeer. Nou, dat gedaan. Eerste spuit ging erin. Ik was al een beetje... Voor wat? De verloving, wat in je kiezen gaat. Nou, niet letterlijk in je kiezen, dat kan. Gewoon in je mond. Ja. Je onderkaat verdoven. Hij wou maar niet verder verdoven. Gaf hij de dubbele dosis nog meer. Weet je hoe ik zat op de scooter onderweg? Mijn moeder werd gek. Vertel. Mijn moeder heeft me letterlijk... Je bent nu wel helemaal uitgezoomd, hè? Ja. Mijn moeder heeft gezegd dat ik echt gewoon mijn bek moest houden. Omdat ik gewoon fucking irritant was. Ik zat echt van alles te lullen en mijn moeder werd gek. En op stal. Als je me op stal zag, yo, het leek alsof ik aan de wiet zat. Ik was helemaal aan het spacen. Leuk, man. Nee, man. Dat is echt niet gezond. Iedereen op stal moet lachen en mijn moeder keek me alleen maar bezorgd aan. Die denkt, wat moet ik met dat kind? Sorry, man. Nou ja, lekker op bed leggen en lekker laten slapen, ma. Zus, sorry, ma. Nee, dat is geen ma. Jouw moeder is geen ma van mij, dat is mijn zus. Lieve zus, gewoon lekker op bed leggen en laten slapen. Knock-out. Ja. Nee, ja, dat was het. Het was wel echt een hele leuke avontuur als je mensen op stal ziet die je zo gaat aankijken en dan vervolgens in de lach schiet omdat jij weer iets doms doet. Maar ik had laatst toch eventjes een probleem met Floor. Nou ja, een probleempje. Dat, en dat ik jou riep. Ik heb het Rodus namelijk laten zien.
Ik zei toch tegen jou en dat ze een beetje ging stijgeren, voor mijn gevoel. Ja. Maar dat was een beetje bokken, weet ik veel, dat het bokken heet. Als het van achter is, is het bokken als die achterbeen omhoog kan. Nee, maar je gaat... Het is het een beetje springen. Ja, en springen. Als het stijger is het echt boven je hoofd. Dat die nee, benen... maar het was echt met de voorpoten. Maar dat noem ik als de stijgeren. Ja, ze was gewoon een beetje jumpy. Ja, en door de leuke, lieftallige, lieve, witte ganzen. De ganzen van mij. Ja. Dus wat ga je zeggen tegen de kijkers? Dank jullie wel voor het... Kijk en vergeet niet te abonneren. Peace!